Previously on Resident Evil Revelations. Jesus. No one could have lived through that. And stories of their resurrection are true. Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Shit! It's a trap! Yeah, I'd almost guarantee it. But Ryan, we'll go after Jill and Parker. Make your way to the Mediterranean. Where? Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No, comms are out, it seems. Shit, we'll be stuck here. Jill! Mensen, welkom terug voor meer Resident Evil Revelations. De vorige twee parts was een flashback van 2 jaar geleden op Terra Grigia. We speelden toen met Parker en we zagen Jessica met kort haar. Zij waren ooggetuigen van de vernietiging van Terra Grigia. En nu gaan we verder met episode 3 Ghosts of Veltro part 3. Let's do this. Ginger, check. Raymond, that's you, isn't it? The BSAA. A little too late. What is the FBC doing here? Answer me, Raymond. I don't have to answer anything. You have no authority over this. There's no time to fight. We've got to... Give it a rest. I don't even know why you're here or who you're fighting. Raymond, stop right there! Nothing will change unless you get your hands dirty. Okay, dus die Ginger die heet Raymond. So the FBC is on this ship too. What's going on here? We're operating without any intel. We need to search this ship for answers. Not that I relish the idea. Bingo. Search dit ship en meteen raak. Ik ben wel blij dat ik die Genesis ook weer terug heb, want de afgelopen 2 parts had ik die Genesis niet. Want dat was in een flashback. Toen ik net Parker zag lopen, zag ik de combat knife aan zijn poot hangen. Dat is gewoon dezelfde combat knife als die Jill heeft. Maar in addition heeft hij dus ook... Parker, mag ik even je backside bekijken? Natuurlijk mag ik dat. Hij loopt ook de hele game loopt hij naar Jill de backside te kijken. Want hij loopt eigenlijk altijd achter ons. Ik bleef hem niks trouwens. Hey, waar ben je gebleven? Oh, ik dacht bijna dat je onzichtbaar kon worden. Moet ik even iets dichterbij staan en daarna van... Oh, wacht. Ja, draai je om dan. Ik wil juist je achterkant bekijken. Kijk. Hij heeft ook die fucking hakbel heeft... Parker, knock it off. Hij heeft ook die fucking hakbel heeft hij bij zich. Dus hij heeft gewoon 2 melee wapens, die dude. Om hem even nog gevaarlijker te maken dan dat hij al is. En kijk deze shit. Die mensen van deze boot, die pleuren gewoon wietplanten neer als decoratie. Ongelooflijk. Nou, ik vind het niet erg. Het geeft mij in ieder geval meer survivability. Deze lift... Is not working. Dit is een andere lift. Dit is trouwens die lift die... deze die gaat naar het voordek toe. Die gaat recht naar beneden zoals je ziet. Dit is de lift die we in de allereerste opname zagen die ik maakte. In het begin, nog voor episode 1. Die lift. Die lift die geen stroom heeft. Dat is deze lift. Wel fucking mooie liftdeuren trouwens. Ik hoor... Oh, ik... Ja, jou hoorde ik. Ik hoorde je slijmeren. En dat was het einde. Het is maar goed dat ik hem hoorde, want anders was ik zo de hoek omgerend, zo die... Had die motherfucker mij verrast in plaats van ik hem. Dit is weer een deur met een roer erop. Dus mijn minimap geeft weer netjes aan dat die deur gesloten is met een rood blokje.
En hier hebben we de roersleutel. Dus die kunnen we eigenlijk weer meteen die deur gaan openmaken. Dat is toevallig. Hier weer zo'n kluis met zo'n waar ik zo'n kaart voor nodig heb. Als ik die kaarten heb, holy shit. Backtrack is gonna happen, people. Dat je het even weet, want ik ga al die kluizen openmaken. Deze bommen vind ik ook wel fijn om die weer te looten. En ja, Jill, telefoon. Hier, ga bellen met O'Brien. Zeg hem dat die Ginger hier ook is. En over die Ginger gesproken, die... custom parts. Nice. Oh, en shotgun shells. Dat is waar ook. Die shotgun die hangt beneden ook nog steeds aan de muur. Die moet ik er ook nog een keertje vanaf gaan rukken. Over die Ginger gesproken, die Raymond. Hij zit dus nog steeds bij de FBC. Dus hij werkt dus nog steeds voor die Morgan. Hij is niet naar de BSAA gegaan. In ieder geval... Nog een paar mensen die Morgan dus trouw blijven. Dus de FBC is ook op dit schip. Ja, het is tenslotte... We zijn adrift. Dus in de Middellandse Zee. Dus wat dat betreft... kan ik al blij genoeg zijn dat... dat er niet allemaal vluchtelingen aan boord zijn geklommen. Die toevallig naar Griekenland of Italië moeten. Wat is dit? De Upper Interior Map. Nou... Dat we should nice. Find an emergency communication room if we go through the hall. Emergency communication room. Ja, dat is waarschijnlijk de reden waarom een simpele telefoon het niet doet. Waarschijnlijk als je een mobieltje hebt, dan zou je hier ook fucking geen bereik hebben, denk ik, Middellandse Zee. Wat is dit? Discarded message. Oh god, please help me. This can't be happening. Don't leave me to die in this hell. I'm trapped here. There are monsters here. Real ones. Everyone is dead or dying. There are no survivors. Shit, we are all going to die. Nou, dat is niet echt een heel erg hoopvol berichtje in ieder geval. Oh yes, deze tegel. Dat is wel hoopvol. Dat zorgt ervoor dat ik die fucking shotgun van de muur af kan sleuren. En wat hebben we hier? Hallo? Meneer? Ik had wel kunnen weten dat hij dood zou zijn, maar... Hij is niet veranderd in een oes. En hij heeft iets in zijn lichaam zitten. Ja, ik had al eerder gezegd dat je echt... met die Genesis... loot kan vinden op de meest raarste plekken. Ik heb zojuist gewoon shotgun shells uit die gastse buik geloot. Om even te praten over ranzigheid. Misschien is dit degene die dat bericht geschreven heeft. Dus ik denk dat dit de kapitein is van het schip, aangezien we nog steeds op de brug zijn. Ja. Wat is dit? History of the Queen Zenobia. Deze son of a bitch heeft gewoon 8 pagina's. Dat ga ik niet allemaal oplezen. Misschien kunnen we wel even een beetje in kijken. Mensen kunnen het op pauze zetten. Dit is info van het schip. Kijk hoe fucking groot het is. En hoe zwaar het is. En 2200 passagiers. En bijna 1100 crewmembers. Dus als dat allemaal veranderd is in monsters door dat T-Abyss virus. Dan betekent het dus dat er... 3300 vijanden op het schip zitten. Check. We should go to the emergency communication room. Maybe try to contact HQ. Ja, dat zei Jill net toch ook al. Dus, maar oké, okay. Het werd nog een... even om het officieel te maken, werd het ook nog even onze mission objective. Oké, okay. Nou dan gaan we van de brug af. How do you know him? I used to work with him. Let's leave it at that. We gaan van de brug af. Kijk, hier. Ik was inderdaad die kamer vergeten te checken onderweg hier naartoe. Oh. Freeze! Ik weet niet waar jij vandaan komt, maar Parker, kom er binnen. Ja. Parker. Nice. Parker die besluit hem van achteren. Oh, nee, nee. Het was niet de bedoeling om een bom te gooien, maar ja, het heeft toevallig... Hoezo? Target not found. Hij ligt hier toch?
Oh man, dat was echt zonde van die granaat. Maar ja, dus het heeft uiteindelijk wel goed uitgepakt. Jij bedankt voor de backup fire trouwens, Parker. Hij kwam net op tijd binnen toen ik zijn hulp nodig had. En hij greep die gast echt. Gaf hem echt de ultimate surprise butt sex daar zo bij die lockers. Ik zal dit keer zal ik je wel netjes meenemen, Parker. Ik zal je niet achterlaten, net als de vorige keer. Ja, ik ga eerst naar de upper cabins, want eerst gaan we natuurlijk de shotgun halen. En ik ken twee deuren waar nog. Waar, dat, roer, waar die roersleutel op kan. En eentje dat is deze. Misschien heb je het al gemerkt dat ik niet zo heel veel op die kaart krijg. Dat ik eigenlijk gewoon de hele kaart in mijn hoofd heb zitten. Dat heb ik altijd al gehad met games. Ik vind het echt een heerlijke eigenschap. Illegale custom parts. Nice. Dat samen met die custom parts die ik op de brug heb opgeraapt, heb ik dus nu twee custom parts. Dus dat betekent dat ik ook nog naar de kist moet om even mijn handgun te pimpen. Wat is dit? Note found in room 303. What the hell is going on? Monsters are crawling all over the ship. They are tearing it to pieces. I've never seen monsters like this. Their movements are stiff. Stilted, but it's all over if they get a hold of you. Hij beschrijft hier gewoon eigenlijk de ooze. Those piece of shit monsters ate my friend Hassan. Bastards. Hassan. Is dit bericht al geschreven door Ahmed? Waren dat al toevallig twee vluchtelingen die zo via deze cruise ship stiekem naar Griekenland proberen te komen? I used my gun to frighten them off, giving me time to get the hell out of there. The bullets went straight through its arm. Thank God, these monsters have bones like an old woman. There's nowhere left to run. Them monsters twisted my leg good. Hell, I've run out of ammo too. God only knows how I'm going to survive this. Als je het hebt overleefd, althans, je had in ieder geval wel een lekkere fles Johnny Walker bij het einde van je. Ja, whatever. Volgens mij heb ik hier alles. Oké, dan gaan we. Dan hebben we deze deur uitgetrokken. Heb ik nog één deur waar die roersleutel op kan. Maar eerst gaan we naar die kamer met shotgun. Die is daar zo. Verderop. Maar dit is de kamer waar Jill in wakker werd. Er zit hier nog een monster achter. Die ene die vast zat in de tv. Juist, ja. Pak aan, schurk. Ik trap je gewoon weer die kast in waar je uitkwam. Leeft hij nog? Hoe? Hoe? Goed gedaan, Parker. De kill is naar jou gegaan. Ik had hem al gescand, geloof ik. Ja, dit is de kamer waar Jill in wakker werd. En toen hadden we nog niet de Genesis. Want dit, zo'n handprint hier zo. Dit is echt zo makkelijk om te missen. Deze, want je had hier de Genesis niet heel veel. Dit zou je zo kunnen missen, deze zo'n handprint. Die hebben ze goed verstopt. Oké, de kamer met de shotgun. Daar zo waren de toiletten. Deze moet ik ook even onthouden. Want dat is ook zo'n kluisje waar ik zo'n kaart voor nodig heb. Dan als ik die kaart heb, I'm going to be rich. Dit is de kamer met de shotgun. Yes.